hebben. Ja. Maar we kunnen het toch wel even hebben over de heer Wilders. Hè? Want ik heb daar zelf ook een ervaring mee. Oké. Hij is 3 keer bij mij in de show geweest. Op zich was dat wel het gewoon. Ik ga er gewoon open in. Weet je, ik heb daar geen oordeel over en het maakt mij niet zo. Het was een open, goed, eerlijk, menselijk gesprek. Dus 3 keer prima. En ik heb een verandering in deze man gezien. Naarmate die zetels meer werden, of in de peilingen, is hij zich anders gaan gedragen. Ik heb de PVV een statieorganisatie genoemd. Ja. Omdat verraad en bedrog, dat is gewoon helemaal ingebed in die organisatie. Men vertrouwt elkaar gewoon echt niet meer. En dat komt ook een klein beetje doordat Geert zo'n sterke greep heeft op de leiding van die partij. Geert, die dagelijks rondloopt met toch wel minimaal 4, maar vaak 6 bewakers, heb ik begrepen. Vind ik ook zo overdreven. Nou, dat is niet overdreven. Ik zeg, laat hem een week even zonder bewakers lopen. Daar wil ik niet eens grapjes over maken. Ik vind het een soort van statusding ook aan het worden. Het kost ons allemaal miljoenen. Dat laatste is wel waar. Het is echt een statusding. Dat is wel waar. Ik zeg niet dat er geen bedreiging is, maar om daar een beetje zielig te lopen. Ik heb 6 bewakers nodig. Dat is niet nodig. Maar weet je, Robert, je kunt met zo iemand het risico niet lopen. En er is wel degelijk een reëel gevaar dat er iets gebeurt als hij geen bewaking heeft. Denk je nou maar, echt dat ze de hele dag in Afghanistan bezig zijn? Of in die grotten van... Nee, oh, we have to kill the man with the strange hair. Nee, maar dat, het is echt niet zo. Nee, daar heb je gelijk in. 2 bewakers daar is heb meer je gelijk dan in. Genoeg. Hij is als een gangsterrapper tegenwoordig. Maar er zijn wel 150 idioten hier in dit land die wel bereid zijn om een volgende slag te slaan. Die à la Bouyeri wel bereid zijn om rare dingen te gaan doen. Natuurlijk moet je Die Einzelgängers hier in dit land, dat is het gevaar. Maar waarom ik dit ook zeg en eventjes hier openlijk over praat... het is meer een soort van mijn gevoel. Kijk, het gaat niet om de standpunten die je inneemt... of het nou een beetje te mij terecht is of te leven, of wat het, dan gaat het mij niet om. Nee. Maar ik vind dit soort gedrag van dit soort mensen... wat ik dus persoonlijk heb meegemaakt... had ik het persoonlijk niet meegemaakt, had ik het niet gezegd. Nee. Maar in combinatie met dan zeg maar, de macht, van de politieke macht... als je dat samenbrengt, zo'n groot ego als die man geworden is... Nou, het is heel gevaarlijk. Ik vind het gevaarlijk. Ik zou je vertellen... Niemand in Nederland heeft daar echt een groot punt van gemaakt. Maar Geert heeft een aantal weken geleden verkondigd... dat hij de samenwerking in Europa is gaan zoeken met Marine Le Pen... van Front National in Frankrijk. Frankrijk is wat extreem rechts betreft een compleet ander land. Heeft een niet zo hele frisse historie wat dat betreft. Nee. En Marine Le Pen is iemand binnen Front National... die nog redelijk onaangetast is. Maar haar vader... En ook de derde man waarmee zij in het Europees parlement zit... waarbij ze gezamenlijk met die 3 mensen in het Europese parlement zit... die zijn beiden meerdere keren veroordeeld voor racisme en zelfs antisemitisme. Hm. Dan moet je voorstellen dat iemand van een politieke partij... die zelfs tot vorig jaar nog aan de knoppen heeft gezeten hier in dit land... dat die dus met extreem rechts, antisemitische mensen... de samenwerking zoekt in Europa. Europa, waarvan we allemaal weten en kunnen aanvoelen... dat met de euro, met de crisis... met de ellende van Zuid-Europa en straks de ellende met Oost-Europa... dat gewoon een kruidvat aan het worden is. Dat gaat gewoon over binnen een aantal jaren... gaan daar hele belangrijke beslissingen komen. En dan is het ontzettend gevaarlijk in een crisisperiode... dat iemand als Geert Wilders probeert die extreemrechtse krachten... die zelfs antisemitische krachten in Europa te bundelen in het EP. Dat is levensgevaarlijk. Je denkt dat het spel is al overduidelijk waar hij mee bezig is? Ja, tuurlijk. Ja. Sterker nog, het zou mij niet verbazen als Geert bij de volgende verkiezingen van het EP... en ik heb ook die geluiden al gehoord, want ik heb natuurlijk her en der nog wel op mijn bronnen... dat hij mogelijk zelfs wel naar het EP gaat, dat hij naar het Europees Parlement gaat... en dat hij de Tweede Kamer vaarwel zegt. Dat zou mij overigens niet verbazen, want dat is natuurlijk weer een hele nieuwe wereld voor hem... waar hij weer opnieuw zijn politiek en zijn geluid kan laten horen... waar hij weer ontzettend veel aandacht voor zal krijgen... en waar er uiteindelijk niks van terecht zal komen. Mijn idee is dat ook dat zijn ambitie ligt veel persoonlijker ook. Hij wil ook graag internationale rol spelen. Ja, hij wil heel graag... mooi zijn boek in het Engels en dat soort dingen. Hij wil zichzelf graag zien als de echte vechter tegen de islam in Europa. De islam, dat is voor hem het punt. Dat is mega belangrijk. Hij heeft mij zelfs wel eens gesmeekt om niet te praten over islam en integratie binnen de fractie. Omdat hij graag die strijd verder wil voeren. En ik heb altijd gezegd, daar moeten we het wel over hebben. Want jij ziet de islam eigenlijk puur en alleen als een politieke ideologie. Maar hoe je het bent of keert, het is ook gewoon een religie. Ga je ook door in de politiek of niet? Want dat is natuurlijk altijd lastig als je gewend bent in een grote partij te zitten. En dan begin je voor jezelf. Ja, dan heb je opeens 0,1 van de stemmen. Dat gaat niet echt snel. Nou, ik heb 3 eisen gesteld voor mezelf om verder te gaan in de politiek. Dat is ten eerste een beperkte groep. Van goede mensen, waar ik volledig op kan vertrouwen... zonder dat ik, zoals de afgelopen jaar, elke keer achterom moet kijken... hoeveel mensen ik weer in mijn rug heb.
Je moet een unique selling point hebben, zoals dat heet. Een punt hebben waarvan ik denk dat je daarop kunt inbreken. Het eerste punt van die 15 mensen, die heb ik. Dat unique selling point, dat heb ik ook. Want ik denk dat er één grote groep is die ontzettend in de steek wordt gelaten in de politiek. En zeker in de Tweede Kamer. En dat zijn toch wel de ondernemers en de ZZP'ers in dit land. Die worden traditioneel de belangen behartigd door hen, voor hen, door de VVD. Ja, en de VVD heeft ze met dit kabinet natuurlijk ongelooflijk in de steek gelaten. Nou, maar daar kom je maar eens even over praten als je het helemaal op een rijtje hebt. Lijkt me heel leuk. Dames en heren, give it up voor Hero en Marijke! APPLAUS.